Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 31 van de Eredivisie. En dat is het enige, er waren geen midweekse wedstrijden die we hoeven te voorspellen. Dus dat is alleen maar makkelijk, laten we meteen naar die wedstrijden gaan. Heracles tegen VVV werd maar liefst 4-0. Fortuna won met 3-0 van Twente. RKC AZ werd 1-3. Vitesse won met 2-1 van PEC Zwolle. FC Utrecht won met 3-2 van Willem II. En toen begonnen de rare dingen, namelijk ADO die met 3-2 wint van Feyenoord. Wie had dat van tevoren verwacht? In ieder geval de voorspellers niet. Ajax won natuurlijk de kampioenswedstrijd van Emmen met 4-0. Groningen tegen Sparta werd 1-2. En PSV laat ook punten liggen. Dat werd namelijk 2-2. Dan gaan we kijken naar de ranglijst. Zoals jullie zien is Ajax echt officieel kampioen nou met 79 punten. PSV staat tweede met 65 punten. Dan komt AZ met 64 punten. Vitesse staat vierde met 60 punten. Dan komt Feyenoord met 55 punten. FC Utrecht heeft 50 punten en staat zesde. FC Groningen staat zevende met 46 punten. Dan komt Heracles op de achtste plaats met 42 punten. Het is nog heel spannend, want Sparta en Fortuna zitten op de hielen met 40 punten. Heerenveen staat 11e met 38 punten. Dan komt FC Twente met 37 punten. PEC staat 13e met 35 punten. Dan komt RKC met 26 punten. Willem II staat 15e met 25 punten. Dan komt FC Emmen met 24 punten. VVV staat 17e met 22 punten. En onderaan staat ADO Den Haag met 19 punten. Dan de voorspellers top 8. Luc staat nog steeds bovenaan met 270 punten. Dan hebben we de nieuwe nummer 2, namelijk Dilano met 256 punten. Maki staat derde met 255 punten. Dan komt Nak met 248 punten. Jarno staat vijfde met 244 punten. Dan komt Jesper met 236 punten. Massimo en Tijn hebben allebei 227 punten. En de volledige stand is weer te vinden in de beschrijving. We hebben maar liefst 3 weekwinnaars deze week. Namelijk Stan de voetbalman, Nak en ikzelf. Het is leuk om er een keertje bij te staan. Wij hadden allemaal 9 punten gehaald, dus allemaal de meeste. Dan zijn dit de wedstrijden van speelronde 32 die we gaan voorspellen. Namelijk Sparta tegen Vitesse. FC Twente ontvangt Heracles. Heerenveen moet tegen FC Utrecht. AZ moet thuis tegen Fortuna. Dan komt VVV tegen RKC. FC Emmen ontvangt FC Groningen. Feyenoord moet in de klassieker tegen Ajax. Dan speelt PEC tegen ADO Den Haag. En Willem II moet thuis tegen PSV. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie jullie heel graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.